Zo, zet mijn microfoon weer even terug. Goedemorgen allemaal. Ik zal me even netjes voorstellen eerst. Mijn naam is Levien. Ik mag jullie de komende weken veilig door de wiskundecursus, of door het wiskundedeel van deze cursus proberen te loodsen. Maar ik ben geen wiskundige, integendeel. Tot voor kort had ik een glansrijke carrière als eeuwig student. Ik heb milieuwetenschappen gestudeerd in Amsterdam en daarna de master theoretische biologie gedaan hier in Utrecht. En nu sta ik hier omdat Kirsten, die dit vak normaal geeft, net moeder is geworden van een hele mooie dochter. En ik begin even meteen interactief met een kleine enquête. Wie beschouwt zichzelf als goed in wiskunde? Oh, dat zijn er. Het zijn toch zeker bijna 10 mensen. Wie beschouwt zichzelf als redelijk in wiskunde? Het zijn wat meer. En wie beschouwt zichzelf als slecht in wiskunde? Dat is zo te zien de meerderheid. Nou, ik ben blij dat jullie toch zijn gekomen. Zeker op deze vroege maandagmorgen. Ik ben zelf niet zo'n ochtendmens, dus respect. Voor de mensen die goed zijn in wiskunde, heb ik goed nieuws. De wiskunde die we gaan doen is op zich redelijk geavanceerd. Aan het eind van deze cursus, als je terugkijkt op wat je hebt gedaan, denk je van, kan ik dat? Best knap. Voor de mensen die slecht zijn in wiskunde heb ik ook goed nieuws. Want wat we gaan doen is op zichzelf niet zo heel erg moeilijk, als je een beetje oplet en als je een beetje je best doet. Nou, zul je waarschijnlijk denken, die jongen heeft makkelijk praten, want hij is goed in wiskunde. Nou, dit is mijn VWO eindexamen cijferlijst. Ik was op zich een redelijk goede leerling. Er zijn een aantal achten, wat zevens en zelfs een negen bij. Maar let op, voor mijn centraal schriftelijk wiskunde had ik een 4. Mijn wiskundedocent heeft ooit over mij gezegd, ja, Levien, die jongen heeft zo weinig talent voor wiskunde, dat komt nooit meer goed. Nou, dan ben je mooi klaar mee. Nou, het is uiteindelijk nog redelijk goed gekomen, maar als je wiskundedocent dat al over je zegt, dan ga je niet echt met een goed gevoel naar de universiteit, zeker als je weet dat je zeker een maand wiskunde te wachten staat. Dus ik was best zenuwachtig. En dat komt heel veel voor. Er zijn veel mensen die, dat noemen dat wel wiskundeangst, of in ieder geval er toch erg tegenop zien. Er is zelfs een wetenschappelijk artikel over verschenen. Oh, ik zal proberen wat. Ik zal eerst dit ding wat harder zetten. Kun je me zo beter verstaan? Perfect. Nou, er is zelfs een wetenschappelijk artikel verschenen over dit onderwerp. En dat gaat erover dat bij mensen die een beetje last hebben van wiskundeangst, op het moment dat ze wiskunde moeten gaan doen en ze zien daar tegenop, dan zijn dezelfde hersengebieden actief als in fysieke pijn. Dus in feite ervaar je fysieke pijn bij het denken aan het doen, moeten doen van wiskunde. Het artikel zegt ook dat als je eenmaal wiskunde gaat doen, dan zijn die hersengebieden niet langer actief. Dus gaat de pijn weg. Nou, dat is op zich goed nieuws. Dat betekent niet dat je geen moeite hoeft te doen, uiteraard. Want mijn wiskundeleraar had wel gelijk in één ding. Ik heb in ieder geval geen talent voor wiskunde. Ik heb er altijd vrij hard voor moeten werken. Ik zal nooit een genie worden erin. En ik vind het nog steeds best wel lastig en ook nog wel een beetje eng van tevoren. Maar oefenen helpt echt. Het klinkt een beetje als cliché, maar voor deze cursus geldt als je de colleges volgt, als je ze ook voorbereidt, dus van tevoren een beetje doorleest. Als je de opgaves maakt tijdens het werkcollege en als je net zo lang aan je assistent dingen blijft vragen totdat je het snapt, dan is het bijna gegarandeerd dat je de cursus haalt. Ik ben er ook achter gekomen tijdens mijn studies,
dat je wiskunde heel veel nodig hebt als je een exacte opleiding doet. En biologie is een exacte opleiding. Je komt het gewoon heel vaak tegen. En het is verdomd handig als je het een beetje kunt. Je hoeft geen genie te zijn. Maar het is wel verdomd handig. Oké, wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we de onderwerpen lineaire algebra en complexe getallen behandelen. Dat hebben we nodig voor de onderdelen wiskunde en theoretische biologie. Die beginnen op 1 maart. En op 12 april, dus dat duurt nog even, heb je erover tentamen. Het is de bedoeling dat je thuis, liefst voor college, de reader doorleest. Ik weet dat veel van jullie hem nog niet hebben, dus koop hem zo snel mogelijk. Als je wilt kun je thuis ook al de opgave maken. Of nog de opgave maken die je nog niet gedaan hebt. Tijdens werkcollege kun je opgave maken, uiteraard. Heel veel oefenen is aan te raden. Het is de enige manier vaak dat je het goed onder de knie krijgt. En vooral ook heel veel vragen stellen. Je krijgt weer een bonuspunt. Die krijg je gezamenlijk met wiskunde en theoretische biologie. De colleges wiskunde en theoretische biologie worden afwisselend gegeven. Meestal op maandag en vrijdag geef ik wiskunde. En op woensdag geeft Rob, die ook in de zaal zit, theoretische biologie. En alle antwoorden van de opgave die staan achter in de dictaten. Dat is makkelijk. Dat kunt je zelf controleren. En als je het nog steeds een beetje lastig vindt wat we behandelen, dan staan er op de site ook nog extra filmpjes met waarin een aantal onderwerpen nog een keer uitgelegd worden. Verder, stel vragen dus. Er bestaan geen domme vragen. Het enige wat dom is, is als je geen vragen stelt en het niet snapt. En het is niet de bedoeling, onze bedoeling, om jullie zo moeilijk mogelijk in wiskunde te leren. Of om jullie het vak niet te laten halen. Het doel is om jullie dit te laten begrijpen, omdat je het nodig hebt. En ook te laten zien dat je daar behoorlijk wat biologische kennis en begrip uit kunt halen. Ook al lijken de onderwerpen vaak tamelijk abstract, dat je denkt van, wat moet er verder nou mee? Wat we bijvoorbeeld vandaag behandelen, lineaire algebra en complexe getallen, zijn allebei een beetje gek als je dat nooit hebt gezien. Denk je, maar je hebt het nodig om later in de cursus dingen te kunnen begrijpen die een stuk biologischer zijn. We gaan hoofdstuk 2 doen. Zoals ik al zei, vectoren, matrices, dat heet lineaire algebra, en complexe getallen. Dit is wat we gaan doen. We gaan het eerst hebben over scalars, vectoren en matrices. Ik ga laten zien hoe je die kunt optellen en vermenigvuldigen. Ik ga iets vertellen over matrixtransformaties. Dingen als rotatie en het schalen en het schuiven van vectoren. En ik ga iets vertellen over een determinant, wat dat is. Dan hebben we, waarschijnlijk is het dan tijd voor pauze. Daarna ga ik het hebben over lineaire systemen en eigenvectoren en eigenwaardes. Wat dat voor dingen zijn en hoe je ze vindt. En over complexe getallen. Dus wat dat voor beesten zijn en hoe je ze moet gebruiken. En hoe je ermee kunt rekenen. Als ik slecht te verstaan ben, zeg het vooral. Als ik te snel ga, ik zal sowieso voor een aantal mensen misschien iets te snel gaan. Voor een aantal mensen misschien iets te langzaam. Ik probeer een beetje in het midden te gaan zitten. Mochten heel veel mensen vinden dat ik iets te snel of te langzaam ga, laat het even weten. En vragen zijn natuurlijk ook altijd welkom. Even kijken, waar ben ik gebleven? Lineaire algebra dus. Het gaat over scalars, over vectoren en over matrices. Wat is een scalar? Scalars kennen jullie, dat zijn gewoon getallen. Een enkel getal. Bijvoorbeeld 5. Bijvoorbeeld, als je een meting doet, dan heb je, als je één meting doet, heb je één getal. Bijvoorbeeld expressie van een gen. Dat is een scalar. Als je meerdere metingen doet, dan heb je dus meerdere getallen. Dan heb je een rijtje. Dat noemen ze een vector. Dat is in feite een rij of een kolom. Afhankelijk van hoe je tekent, opschrijft, van getallen. Bijvoorbeeld als je 2 metingen doet van expressie van 2 genen 1 meting, ik bedoel van ieder 1 meting, dan heb je een vector met 2 elementen. Dat schrijven we ook wel op als met zo'n... wacht even. Deze pointer erbij. Dat pijltje erboven, dat is hoe we vaak vectoren noteren.
Wat ook wel gebeurt is dat ze een vetgedrukte letter gebruiken ervoor. En je kunt ze opschrijven als een kolom, dus boven elkaar, of als een rij, naast elkaar. Nou, dit is een vector met 2 elementen, maar je kunt ook 15 elementen hebben of 100. In deze cursus werken we vooral, of in ieder geval in dit gedeelte, met vectoren van 2 elementen. Nou, een matrix, dat is net zoiets als een vector, maar dan geen rijgetallen, maar een blokgetallen. Dus een aantal kolommen en een aantal rijen. Nou, bijvoorbeeld als je 2 metingen doet aan 3 dingen, kun je daar een tabel van maken. Bijvoorbeeld de expressie van 2 genen in 3 experimenten. En dan heb je een matrix. Een matrix geven we meestal aan met de hoofdletter. In dit college gebruik ik bijna altijd de hoofdletter A. Nou, dat is op zich allemaal niet zo moeilijk, hè? Nou, rekenen met scalars. Ik neem aan dat jullie dat kennen. Je kunt ze optellen. Nou, als je A bij B optelt, is dat hetzelfde als je B bij A optelt. En, nou, dat kunnen jullie. Hetzelfde geldt voor vermenigvuldigen. Als je A met B vermenigvuldigt, is dat hetzelfde als dat je B met A vermenigvuldigt. Dat klinkt op zich allemaal logisch. Dat is ook zo voor vectoren, maar niet per se zo voor matrices. Dus vandaar dat ik het nog een keer zeg. Vectoren. Jullie kennen vectoren waarschijnlijk van natuurkunde op de middelbare school. Daar zijn ze onder meer gebruikt om krachten en snelheden in uit te drukken. En dan meestal in 2 of 3 dimensies, meestal in 2. Dus je kunt een vector met 2 elementen... Even kijken hoor, ook een kaartje. Een vector met 2 elementen kun je tekenen op een 2-dimensionaal vlak. Waarbij je hebt een vector x, y, bijvoorbeeld 1, 2, dan is dat. Bijvoorbeeld de x-richting is dan 1. Is dit een beetje te zien? Dan moet ik het licht aan doen. En de y-richting is 2. 2, dan is dit de vector. Nou, dat komt je waarschijnlijk bekend voor. Dus een vector heeft een richting en een lengte. Nou, die lengte van die vector, dat kunnen we op zich berekenen. Dat is niet zo moeilijk. Dat kun je gewoon met de wet van Pythagoras doen. Dus je zegt, nou, de lengte is dit stukje in het kwadraat. Dus dit stukje in het kwadraat, dat is dus de lengte van dit stuk in het kwadraat. Dus in het geval van een vector 2, 1... of 1, 2, is dat 2 kwadraat plus 1 kwadraat is 5 kwadraat. En dan haal de wortel uit, is wortel 5. Is niet zo ingewikkeld. Dat noteren we met van die streepjes. Het is dezelfde notatie als de absolute waarde. Dus eigenlijk is de absolute waarde van een vector is zijn lengte. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Nou... Als je meer dan 2 elementen hebt, werkt het precies hetzelfde. Dan tel je gewoon alle elementen kwadrateer je en je telt ze op en je neemt er de wortel uit. Dan heb je de lengte van de vector. Dus als je nou 3 elementen hebt, een 3-dimensionale vector, of 15 of 100. Oké, schalen. Als je een vector vermenigvuldigt met een scalar, dus met een gewoon getal, dus bijvoorbeeld deze vector Q3... Dan vermenigvuldig je gewoon ieder element met 3. Dus wat krijg je dan? In dit geval 3 keer 2 is 6 en 3 keer 1 is 3. Als je dat zou tekenen, ik heb het natuurlijk precies andersom getekend dan hier. Dus ik teken even. Zo. Ik teken even de vector 2,1, dat is deze. Als ik die vermenigvuldig met 3, dan krijg je dus hier 6. Dat wordt dus 3 keer zo lang aan deze kant. En hier krijg je 3. Dus je krijgt een vector. Ik teken hem niet zo netjes, maar die 3 keer zo lang wordt.
Nou, zo kan je ook delen. Bijvoorbeeld delen door 2 is natuurlijk hetzelfde als vermenigvuldigen met een half. En dan wordt de vector half zo lang. Nou, dat zie je hier. Nou, allemaal nog vrij simpel. Hier nog eventjes in formele notatie. Dus je kunt een scalar met een vector vermenigvuldigen. Dan krijg je er een nieuwe vector uit. En ieder element van die nieuwe vector is gelijk aan het element van die oude vector maal die scalar. Nou, het heet een scalar omdat het schaalt de vector met een bepaalde lengte. Dus als je een scalar 3 hebt, dan schaalt dat je vector met factor 3. Oké, optellen van vectoren, ook niet moeilijk. Als je de vector min 1 bij 2 hebt en de vector 3 bij 4 en 4 bij 3. Wat je doet is, je telt gewoon de elementen bij elkaar op. Dus je doet min 1 plus 4, nou, dat is plus 3. En hier doe je 2 plus 3, dat is 5. Dus je krijgt 3 bij 5. Nou, als je dat tekent, dus je hebt de vector min 1 bij 2, dat is zoiets. Zoiets. 2 hoog 1 naar links. En 4,3. 1, 2, 3, 4. Bij 3. Dat is misschien een beetje klein voor jullie achterin, sorry. Wat je krijgt dan is 3 bij 5. Dus dat is 3 naar rechts, 5 omhoog. 3, 5, zoiets. Nou, als je goed kijkt, wat je in feite doet, is je legt ze achter elkaar. Dus deze vector, als je die hier achter zou plakken, dan kom je uit bij de opgetelde vector. Andersom kun je het ook doen. Dus bij deze vector, als je die erachter plakt, dan kom je ook uit bij die vector. Dus als je vectoren bij elkaar optelt, dan is de resultant, zeg maar de vector die je krijgt, is als je, wat je zou krijgen als je ze allemaal achter elkaar zou leggen. Nou, nog een keer in een plaatje. En nog een keer. Als je dat dus, het maakt dus niet uit in welke volgorde je dat doet, je krijgt dezelfde uitkomst. Hè? Dus je kunt vector A bij vector B optellen, of vector B bij vector A, dat geeft hetzelfde. Nou, dat staat hier nog een keertje uitgeschreven. Dus vector W plus V is hetzelfde als V plus B is hetzelfde als W plus V. Dat geeft de vector U. En ieder element van de nieuwe vector is de losse elementen bij elkaar opgeteld. Oké, tot nu toe allemaal vrij simpel. Vermenigvuldigen. Dat is een beetje gek. Je zou misschien denken, oké, als ik twee vectoren met elkaar vermenigvuldig, intuïtief zou je misschien dit element met dit vermenigvuldigen en dit met dit, en dan krijg je er een vector uit. Het is niet zo. Want wat je krijgt, is niet een vector, maar een scalar. Dus je krijgt een getal eruit. Nou, waarom is dat zo? Wat je doet is inderdaad, je vermenigvuldigt deze met deze. Dus je doet min 1 keer 4. Maar dat tel je op bij deze keer deze. Dus tel je op bij 2 keer 3. Dus wat je krijgt is min 3 plus 6. Nee, dat niet min 3 plus 6. Jawel. Dus daar moet 3 uitkomen dan, denk ik. Heb ik dat nou verkeerd gedaan? Oh, min 4 plus 6, sorry. Dat is natuurlijk vermenigvuldigen. Hoofdrekenen is ook niet mijn sterkste kant, helaas. Dus je krijgt inderdaad min 4 plus 6 is 2. Goed. Oké, nou, je kunt het ook zo opschrijven. Waarom zou je het de vredesnaam doen? Dus je kunt deze vector op zijn zijkant zetten. En dan precies hetzelfde doen. Dat ga ik even opschrijven.
Dus je doet precies hetzelfde, hè? Je doet dit keer dit plus dit keer dat. Dit laat ik even staan, want dat gaan we straks nog een keer gebruiken. De volgorde waarin je dat doet maakt niet uit. Dus je ziet, als je dit keer dit doet, ja, dan krijg je natuurlijk hier hetzelfde. En je telt het op bij dit keer dit, komt er nog steeds 2 uit. Dus dat betekent, als je vectoren met elkaar vermenigvuldigt, dan maakt het niet uit of je vector 1 met vector 2 vermenigvuldigt of vector 2 met vector 1. Je krijgt een scalar eruit, A. En die scalar is hetzelfde als ieder element van de vector met elkaar vermenigvuldigd en dan alles bij elkaar opgeteld. Oké, dat is een beetje gek, maar daar is een reden voor. Zometeen ga ik daar wat meer over vertellen. Onthoud het in ieder geval even hoe het moet. Oké, dan matrices. Nou, matrices werken grotendeels hetzelfde als vectoren. Dus je kunt ze ook weer vermenigvuldigen met een getal. Dus als je 4 keer deze matrix doet, dan doe je gewoon ieder element keer 4. Dan krijg je een nieuwe matrix eruit. Dus nou, je kunt een scalar keer een matrix. A geeft een nieuwe matrix B. En ieder element van B, dit is de rij, dit is de... Nee, wacht even. Ja, dit is de rij, dit is de kolom. Is gewoon het element van A keer die scalar. Je kunt ze ook optellen. Maar daarvoor moeten ze, dat werkt ook hetzelfde als bij vectoren. Alleen dat betekent dus wel dat ze dezelfde grootte moeten zijn. Als deze vector, als deze matrix net zo groot is als die matrix, dan kun je gewoon alle elementen bij elkaar optellen en krijg je een nieuwe matrix. Nou, dat is niet zo moeilijk. Het staat hier weer netjes. Het maakt ook niet uit hoe je dat doet natuurlijk. Dus matrix A plus B is hetzelfde als B plus A. Geeft een nieuwe matrix C. En ieder element van C is hetzelfde als het corresponderende element van A plus het corresponderende element van B. En ze moeten even groot zijn. Nou, tot nu toe makkelijk. Maar dan. Vermenigvuldigen, nou je raadt het misschien al, het is weer gek. Hoe werkt dat? Nou, je hebt dit ding keer dit ding. En je zou misschien kunnen denken, nou als we twee vectoren met elkaar vermenigvuldigden, dan kregen we daaruit een scalar. Dus misschien als je twee matrixen met elkaar vermenigvuldigt, of matrices, dan krijg je er misschien wel een vector uit, of een scalar. Nou, dat is niet zo. Je krijgt een matrix eruit. Nou, dat is een beetje gek. Waar bestaat die matrix nou uit? Nou, dat zal ik je laten zien. Let weer even op het bord. Dus we hebben min 1, 2. Dat is hetzelfde als wat hier staat, hè? 4, 1, zo. En die vermenigvuldigen we met 4, 3, 1, 5. Zo. Nou, dan krijgen we dus een nieuwe matrix uit. Met 4 elementen blijkbaar. Een 2 keer 2 matrix. Nou, wat komt er op deze positie? Dat is in feite hetzelfde als wat je doet hier. Dus dat betekent, je vermenigvuldigt, je neemt in feite dit als vector, dus hetzelfde als hier. Vermenigvuldig je eigenlijk met deze vector. Dus je krijgt ook hetzelfde uit. Dus je doet weer min 1 keer 4 plus 2 keer 3. Nou, dan krijg je uiteraard 2 uit. Nou, wat doe je dan voor dit element? Nou, daarvoor neem je deze keer die. Dus je krijgt, even kijken, 4 keer 4, dat is 16, hè? Plus 1 keer 3, dat is 3. Dus 16 plus 3 is 19. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus dit wordt 19. En voor het volgende element, dus degene die hier staat, doe je weer zoiets, dan neem je weer deze vector, die vermenigvuldig je met deze. Sorry. Dus je doet die keer die, dus min 1 keer 1 is min 1, plus 2 keer 5 is 10, dus
Dus 10 min 1. Ja, verdomd, dat was 9. En de bonusvraag is dus deze keer deze. Dus het is 4 keer 1 is 4. Plus 1 keer 5 is, ja, weer 9. Dus op zich werkt het hetzelfde als bij factoren. Alleen, je moet 4 keer een vector met elkaar vermenigvuldigen. En je krijgt er een matrix uit. Dat is een beetje gek. Hier is het nog een keer uitgeschreven. Met de kleurtjes erbij, wat waar vandaan komt. Deze slides komen ook online trouwens. Dus voor de mensen die hard aan het meeschrijven zijn. Dus je doet matrix A keer B geeft de matrix C. En nou, dit is een beetje ingewikkeld om het zo op te schrijven, maar in feite werkt het hetzelfde als een vectorvermenigvuldiging. Dus je vermenigvuldigt deze met die, en je vermenigvuldigt deze met die, et cetera. Nou, een beetje vreemd allemaal, maar nou, in principe er staat naar boven dat het aantal kolommen van A, dus de hoogte van deze, nee, pardon, de breedte van deze, moet gelijk zijn aan de hoogte van deze. Dus het aantal rijen van deze. Dan kun je zo'n vermenigvuldiging doen. Dat betekent dat je ook een matrix met een vector kunt vermenigvuldigen. Want deze is 2 breed en deze is 2 hoog. Dus dat kan gewoon. Wat krijg je dan? Nou, 1 helft hiervan. Want je doet die keer die, dat vul je hierin. En je doet die keer die en dat vul je daarin. Dus je krijgt, je vermenigvuldigt een matrix met een vector en je krijgt er een vector uit. Nou, in principe, deze is 2 breed, deze is 2 hoog. Dus je kunt net zo goed, deze is 2 breed, die hoeft niet 2 hoog te zijn ook. Je mag ze ook vermenigvuldigen. Als hij maar 1 hoog is. Hé, verdomd. Dat is weer wat hier op het bord is. Dat is gewoon een vectorvermenigvuldiging. En dan krijg je 2 uit. Oké, nou, even een vraag voor jullie. Als je nou in plaats van eerst deze met deze vermenigvuldigt, het omkeert. Dus je vermenigvuldigt deze met deze. Krijg je er dan hetzelfde uit? Een aantal mensen zie ik nee schudden. Nee, dan krijg je inderdaad niet hetzelfde uit. Dat kunnen we vrij snel zien. Als je het doet voor de eerste, hè, dus je doet 4 keer min 1 is dus min 4. En dat tel je op bij 1 keer 4, dus min 4 plus 4 is 0. Dat is niet hetzelfde als 2. Dus dan zal de rest ook wel verschillend zijn. Dat klopt. Dus dat is ook vreemd. Als je vector A met vector B, matrix A met matrix B vermenigvuldigt, dan krijg je iets anders dan als je matrix B met matrix A vermenigvuldigt. Dat is niet hetzelfde als bij de getallen die je gewend bent. Let daarop. De volgorde van vermenigvuldigen maakt dus uit. Dus als je matrix B met matrix A vermenigvuldigt, dan geeft dat vector D. En dat is niet hetzelfde als de vector die je hier kreeg, vector C. En verder werkt het precies hetzelfde natuurlijk. Even kijken waar ik gebleven ben. Oké. Nou, dit is het vermenigvuldigen met een matrix. Pardon, van een matrix met een vector levert een nieuwe vector op, zoals ik net al zei. Nou, dat kun je gebruiken, en dat wordt ook heel veel gebruikt, om zogenaamde transformaties te doen. Dus je hebt een vector, nou, dat is, kun je zien als een pijltje dat een bepaalde richting op wijst. Hè?
En je vermenigvuldigt dat met een matrix en dan krijg je er een nieuwe vector uit. En die kan een andere richting op wijzen bijvoorbeeld. Nou, daar ga ik even een paar voorbeelden van geven. Nou, dan noemen ze die matrix noemen ze dan een transformatiematrix. Dus je hebt een matrix, die vermenigvuldig je met een vector en dan krijg je een nieuwe vector uit. En die nieuwe vector die heeft een nieuwe richting of een nieuwe lengte of beide. Dus het is meestal een andere vector. Nou, een veelgebruikt voorbeeld daarvan is de zogenaamde rotatiematrix. Het is een beetje een raar ding. Als je een matrix samenstelt, nou stel je wil een vector, wil je roteren over een bepaalde hoek. Dan kun je een matrix samenstellen, dan neem je de cosinus van de hoek, de sinus van de hoek, hier de sinus van de hoek en daar de cosinus van de hoek. Die matrix vermenigvuldig je met je vector. En wat je eruit krijgt is dit, want je doet cosinus maal vx, dus dat is dit. Plus min sinus maal vi, dus dat. En dat is blijkbaar geroteerd van. Oké, okay. Nou, ik kan laten zien dat dat zo is. Deze even weg. In je reader, wordt het gedaan voor de vector. De vector v noemen we hem even. 1 bij 0. Dus 1 naar rechts, 0 omhoog. Dus dat is deze vector. Kun je dat zien? Nou, die kun je roteren over een hoek. We noemen hem even phi, net als hier. En dan krijg je een nieuwe vector. Dus dit is de vector v. Hè? En je krijgt een vector die net zo lang is als je hem roteert. Dus die is ook weer lengte 1. De lengte is 1. Dan noemen we even de vector w. En die is geroteerd over een hoek phi. Nou kun je met wat middelbare school, gewoon geometrie, kun je laten zien dat dit klopt. Dan heb ik het natuurlijk veel te klein getekend. Dat kun je helemaal niet zien. Ik ga het even wat groter doen. Ik heb de neiging om een beetje te priegelen, sorry. Zo, gebruik ik gewoon het hele bord. Dit is 1. Dit is ook 1. Dit is de hoek phi. Oké, wat is nou de positie van deze nieuwe vector? Nou, de breedte, dus hoe ver die naar rechts gaat, dit stuk, kun je makkelijk uitrekenen. Want dit stuk is 1, de schuine kant. Dit is de hoek phi. En we weten nog wel dat de cosinus is dit stuk gedeeld door dat stuk. Cosinus van de hoek. Dus dat betekent dat cosinus van phi is de aanliggende zijde. Dat is het stuk wat we willen weten eigenlijk. Noem hem eventjes p. Gedeeld door 1. Dat is de lengte van de schuine zijde. En dit stuk kun je berekenen met de sinus. Want de sinus van een hoek is de overstaande zijde gedeeld door de schuine zijde weer. Dus dat is de sinus van die hoek. Noem maar even dit stuk Q. En dit stuk P. Q gedeeld door 1. Nou, gedeeld door 1 is gewoon dus deze vector, die geroteerde vector, is de vector. De vector W. Is de vector P naar rechts. Q omhoog. En dat is dus de vector, in dit geval cosinus van de hoek, sinus van de hoek. Nou, dat is precies hetzelfde als wat je zou doen als je doet wat er hierboven staat. Dus je neemt voor dit element, dit is dan de vector 1 bij 0, hè?
Zoals hier een 1 staat, dan doe je dus cosinus van de hoek keer 1. Dus dat is de cosinus van de hoek. Plus dit ding minder sinus van de hoek keer, en hier staat dan een 0. Is dus 0. Dus dat levert op de cosinus van phi. En hetzelfde als je dus, als dit weer 1 bij 0 is. Je doet sinus keer 1. En de cosinus keer 0 levert dus op de sinus. Omdat dit een speciaal geval is die ik net heb laten zien. Deze is makkelijk uit te leggen. Deze, die werkt voor alle vectoren. Ik kan niet heel makkelijk voordoen op het bord dat als ik niet de vector 1 naar rechts 0 omhoog heb, maar een willekeurige andere vector die ik wil roteren. Dus zoiets. En ik wil dat roteren over dezelfde hoek, dan krijg je een andere vector. Dat is veel moeilijker om te laten zien dat dat werkt. Dus ik heb even een makkelijk voorbeeld genomen om te laten zien. Oké, als je deze matrixvermenigvuldiging doet, dan krijg je in ons geval krijg je dus dat eruit. Sorry voor mijn gepriegel. En dat is een rotatie van de originele vector. Oké, dit is misschien een beetje vaag. Je denkt, waarom zouden we dat in vredesnaam zo omslachtig doen? Nou, voor één vector is het natuurlijk een beetje gedoe om dat met, met zo'n matrix te gaan roteren. Dan kun je net zo goed meteen met de sinus en de cosinus doen. Maar stel, je wil een heleboel vectoren roteren. Dan hoef je maar één keer deze matrix uit te rekenen. Dus je weet over een bepaalde hoek, wil je hem roteren. Dan reken je gewoon deze vier waarden uit voor die hoek. En dan kun je iedere vector kun je vervolgens roteren door hem te vermenigvuldigen met die matrix. Waar staat de vredesnaam goed voor, kun je misschien denken. Nou, dit aapje wat je hier ziet bijvoorbeeld. Dat is een zogenaamd vectorplaatje, noemen ze dat wel. Het is gewoon een plaatje opgebouwd uit allemaal punten. En ieder punt heeft een x- en y-coördinaat, dus kun je schrijven als een vector. Nou, als je nou dit plaatje wil roteren, dan ga je niet voor ieder punt uitrekenen waar die terecht moet komen met de sinus en de cosinus. Je kunt hem dan veel beter gewoon ieder punt met de matrix vermenigvuldigen. En de uitkomst is een geroteerd plaatje dan. Nou, veel tekenprogramma's maken daar gebruik van. Computerspelletjes, figuren in computerspelletjes, zijn gewoon collecties punten meestal. Hetzelfde kun je natuurlijk doen met foto's. Dus een plaatje is gewoon een collectie pixels. Iedere pixel heeft een bepaalde coördinaat. Als je nou iedere pixel vermenigvuldigt met de rotatiematrix, kun je het hele plaatje roteren. Je kunt ook meteen de hele matrix vermenigvuldigen met de rotatiematrix, maar goed, dat gaat een beetje ver. Oké. Dus dat zijn toepassingen die je veel tegenkomt. Nou zelf zul je daar weinig mee te maken hebben dat er, als je dit op een computer doet, dat er dan interne matrixtransformatie gebeurt. Als het maar werkt. Maar goed, in de wetenschap, in de biologie kom je ook veel van dit soort dingen tegen. Bijvoorbeeld als je met, stel je zou spatiële ecologie willen gaan doen. Dat is veel werken met satellietfoto's. Dan heb je vaak verschillende satellietfoto's van hetzelfde gebied. Dan moet je zorgen dat die op elkaar passen. Dan moet je vaak de foto's roteren, groter maken, kleiner maken. Dat gebeurt ook met matrixtransformaties. Stel je zou iets met MRI-scans gaan doen. Nou, een MRI-scan is een driedimensionaal beeld van de hersenen, zoals je weet. Daar kun je ook allerlei matrixoperaties op toepassen. Je ziet hier rechtsonder bij dit computerprogramma een transformatiematrix die dit plaatje draait en groter maakt. Dus je kunt met één matrix kun je ook meerdere transformaties doen. Nou, het werkt zoals ik al zei, zo'n rotatiematrix werkt in principe voor alle vectoren. Je kunt ook rotatiematrices maken voor driedimensionale punten. Dus deze T-pot hier kun je roteren met een matrix van 3 bij 3. Dit is ook een matrix van 3 bij 3. Nou, dat klopt ook wel, want MRI-scans zijn driedimensionale dingen. Dus het werkt ook in meer dan één dimensie, meer dan twee dimensies. Nou, je kunt nog meer transformaties doen, zoals ik al liet zien. Je kunt dus ook dingen groter of kleiner maken in verschillende richtingen met zo'n matrixvermenigvuldiging. Dus dit is bijvoorbeeld, als je deze matrix neemt en je vermenigvuldigt die met een vector, dan wordt
het ene element van de vector wordt geschaald met deze factor en het andere element met die. Je kunt ze schuiven ten opzichte van de x of vanaf ten opzichte van de y-as. Dan doen we een shearing transformatie. Dan krijg je, als je dat met een heel plaatje doet, krijg je zoiets. Dus dit is schuiven ten opzichte van de x-as, ten opzichte van de y-as, of allebei tegelijk. En je kunt ook, als je één matrix, als je een aantal van die matrices in één stopt, dan kun je dus met één berekening kun je een heleboel van dit soort, dat noemen we lineaire transformaties doen. Dat noemen ze ook wel affine transformaties. Dat is, als je deze twee vissen bekijkt, de papegaaivis en de keizersvis, je zou je kunnen bedenken dat als je deze vis een beetje zo uitrekt in de hoogte, en een beetje zo scheef trekt, dan krijg je deze vis. Nou, er is zowaar iemand die dat heeft gedaan. Die heeft er een boek over geschreven, die heeft laten zien dat als je dus die papegaaivis neemt, dat je met lineaire transformaties je daar een keizersvis van kunt maken. Hetzelfde kun je doen, staat in je reader een voorbeeldje, dat als je een menselijke schedel neemt, dan kun je met lineaire transformaties naar de schedel van een aap. Of andersom. Nou, er is natuurlijk ook iemand geweest die daar een computerprogramma voor heeft geschreven een paar jaar geleden. Dat met gewoon een matrix-transformatie hetzelfde doet. Dus je kunt met een serie van die alleen maar schalen, schuiven en roteren, kun je best een hoop doen. Let dan wel op dat de volgorde waarin je die operaties doet, maakt uit. Omdat als je A met B vermenigvuldigt, is niet hetzelfde als B met A. Dus de volgorde van vermenigvuldigen maakt uit. Nou, er is nog één ding voor de pauze wat ik nog even wil laten zien. Wij gaan dit niet doen. Kan ik al vertellen, misschien jammer. Maar wij gaan die matrix en de vectoren voor iets anders gebruiken. Ik ga straks vertellen, iets meer vertellen over waarvoor. En daarvoor hebben we iets nodig dat heet de determinant van een matrix. En de determinant van een matrix is op zich niet zo'n ingewikkeld ding. Als je deze matrix hebt, dan is de determinant is dit keer dit min dit keer dit. Zet cijfer zo op. De determinant van de matrix A is de determinant van dit ding. Is dus dit keer dit min dit keer dit. Waarom is dat zo? Nou, neem maar even aan voor nu dat het zo is. Ik ga straks laten zien waar we dat onder meer voor kunnen gebruiken. Even een voorbeeldje. Als je dus de matrix min 1, 2, 4, 1, dus dezelfde matrix als die we net hadden. Als je daar de determinant van neemt, is dat dus min 1 keer 1. Is dus min 1. Min 4 keer 2. Dat is dus 8. Min 8, sorry. Dus min 1, min... Wacht even. 4 keer 2 is 8. En min 1, min 8 is dus min 9. Voor matrices die groter zijn dan 2 keer 2 of een andere vorm hebben, werkt het ietsje anders. Dat hoef je niet te weten. In deze cursus gebruiken we alleen maar de determinant van de 2 keer 2 matrix. Dus je mag gewoon dit onthouden. En dan hebben wij dus nu laten zien hoe je kunt werken met scalars, vectoren en matrices. En dan gaan we na de pauze gaan we dit nog allemaal doen. Dat is best een hoop. Dus ik zie jullie graag om 10 uur weer terug. Goed. Ik had tijdens de pauze wat feedback gekregen dat ik niet altijd even goed te verstaan was. Dus ik heb de microfoon wat harder gezet. En dat het niet altijd even goed zichtbaar was achterin wat ik op het bord schreef. Dus ik heb ook het licht wat hoger gezet. Mocht het nou nog steeds niet goed zijn, laat het me even weten. Het is de eerste keer dat ik voor zo'n grote groep college geef. Dus het is even wennen voor mij. En verder, één dingetje wat misschien verwarrend is geweest voor sommige mensen, is deze notatie. Dus die determinant met die strepen. Nou, die strepen zijn een andere manier om die haken te noteren. Dat is misschien een beetje verwarrend, omdat dat ook wordt gebruikt als absoluut strepen. Dus je zou kunnen denken, als je de determinant van dit ding hebt, hoe kan er dan een negatief getal uitkomen als dit absoluut strepen zijn? Nou, het zijn geen absoluut strepen in dit geval, het zijn gewoon haken. Ik zal het in de volgende colleges aanpassen in de slides. Ik heb het gewoon overgenomen. Dus dat ter verduidelijking.
Nou, na de pauze. Dus we hebben net gezien dat die lineaire algebra's een beetje raar gebeuren. Een beetje abstract. Je kunt matrixvermenigvuldiging doen, oké. Matrixtransformaties. Maar het is op zich allemaal niet zo heel erg moeilijk. En nu wordt het ietsje lastiger. En ik sorry als ik voor mensen te snel ga. We moeten best een hoop stof doen. Dus ik zal proberen om het een beetje rustig aan te doen. Maar soms ga ik misschien ietsje te snel. Jullie mogen altijd, straks loop ik ook rond. Jullie mogen altijd nog dingen aan mij vragen bij de werkcolleges. Of vragen aan jouw assistent. Nou, wat gaan we nu doen? Ik ga iets vertellen. Ik ga iets vertellen over lineaire systemen. Daarna ga ik uitleggen wat eigenvectoren en eigenwaardes voor dingen zijn. En hoe je ze vindt. Nou, daar ben ik de meeste tijd mee kwijt zo. En dan nog even iets over complexe getallen. Wat dat zijn en hoe je ermee werkt. Nou, we hebben dus net gezien, je kunt een matrix A, in dit geval, vermenigvuldigen met een vector en dan krijg je een nieuwe vector. Oké? Meestal heeft die nieuwe vector een nieuwe richting, een nieuwe lengte. Oké? Nou, je kunt die notatie ook nog voor andere dingen gebruiken. Sorry, als ik... Dus, hier hebben we een matrix. Noemen we eventjes A, B, C, D. Dat zijn de elementen. Die vermenigvuldig ik met de vector x, y. En dan krijg ik een nieuwe vector uit. P, Q. Nou, als je dat uitschrijft, dan krijg je dus... Wat is dan P? Nou, P is A maal x plus B maal y. Dat hadden we net gezien, hè? En Q is C maal x plus D maal I. Nou, dit herken je misschien, zeker als ik het zo schrijf, als een stelsel van lineaire vergelijkingen. Er zitten geen kwadraatjes of wat dan ook in. Het is gewoon vermenigvuldigen en optellen. Dus het is lineair. En het is een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden. Dus in principe kun je dat ook oplossen. En daar gaan we veel mee werken in deze cursus. Even een voorbeeldje, wat jullie misschien bekender voorkomt. Nou, hier hebben we onze matrix die we net als voorbeeld hebben gebruikt. Vermenigvuldigen we met de vector xy. En daar zou uit moeten komen een vector 0 bij 0. Nou, als je het vermenigvuldigen doet, dan krijg je dus min 1 keer x is min x. Plus 2 keer y is 2y. Dit wordt 4 keer x is 4x. En 1 keer y is gewoon y. En het wordt dan 0,0. Dus je krijgt dit stelsel. Nou, dit soort stelsels kunnen jullie, als het goed is, oplossen. Zo niet, dan zou ik aanraden om daar nog eventjes naar te kijken hoe het ook weer moest. Ik ga het ook nog wel voordoen later, maar nu even niet. Het idee is in ieder geval dat je eentje vrijmaakt en die invult in de andere vergelijking. Dan krijg je daar de andere variabele uit en die vul je weer in de eerste. Dat gaan we straks nog een keer doen. Nou, je kunt het dus ook omkeren. Dus ik liet net zien, je kunt een matrixvermenigvuldiging schrijven als een stelsel. Nou, je kunt natuurlijk ook dus een stelsel schrijven als een matrixvermenigvuldiging. Dat is precies hetzelfde. Dus ieder stelsel zo van die vorm kun je schrijven als een matrixvermenigvuldiging, waarbij dit de matrix A is, dit de vector X en dit de vector V. Als je meer dan twee vergelijkingen hebt, dan werkt het ook nog. Dus je kunt ook een 3x3 matrix hebben. En een vector met drie elementen. En dan komt hier ook een vector met drie elementen. Dan heb je een stelsel van drie vergelijkingen met drie onbekenden. Dat zullen we later in de cursus nog tegenkomen bij theoretische biologie. Oké, nou. Ik zei net al, bij matrixvermenigvuldigingen. Meestal vermenigvuldig je een matrix met een vector. En dan krijg je er een nieuwe vector uit. En die heeft een verschillende... Tot nu toe heeft hij altijd een andere richting gehad. Dus hij ofwel is geroteerd of verschoven. Hij wijst in ieder geval een andere kant op. Nou, zijn er speciale combinaties te vinden voor een bepaalde matrix? Kun je een combinatie met een vector maken die wat anders doet? Dus je kunt bij een matrix A kun je een vector V vinden. En als je die met elkaar vermenigvuldigt, dan krijg je diezelfde vector V, V
vermenigvuldigd met een getal, met een scalar. Dus in feite gedraagt je matrix zich voor die speciale vector als een scalar. Dus je krijgt een... klinkt een beetje abstract, dus ik ga het even voordoen. We hebben bijvoorbeeld deze matrix. Deze slides komen trouwens, ik ga er vrij snel doorheen, deze slides komen ook online. Dus je kunt gewoon, ik had het net al even gezegd, maar iemand vroeg het weer. Nu staan de oude slides er nog. We hebben deze matrix. En we vermenigvuldigen met deze vector. Nou, wat krijgen we er dan uit? Dus we doen 1 keer 1 is 1. Plus 2 keer 1 is 2. Dus daar komt 3 uit. En hier komt ook 3 uit. Dus we krijgen de vector 3 bij 3. Nou, het is op zich een andere vector. Maar je kunt je al, als je een beetje bedenkt hoe dat eruit gaat zien, is dit dus de vector n bij 1. Nou, als je de vector 3 bij 3 eruit krijgt, dan wijst hij natuurlijk dezelfde kant op, hij is alleen 3 keer zo lang. Dus de vector is niet van richting veranderd, alleen maar van lengte. Ja, dat is dus anders dan wat we tot nu toe gezien hebben. In het algemeen kun je dan zeggen, dit is dus hetzelfde als 3 keer de vector 1 bij 1, hè? Dus als je de oorspronkelijke vector met 3 vermenigvuldigt, dan krijg je 3 bij 3. Dit kun je in het algemeen beschrijven als die matrix A, deze matrix. Als je die met de vector 1 bij 1 vermenigvuldigt, dan krijg je 3 keer die vector eruit. Dus de matrix heeft het effect bij deze vector dat die vector 3 keer zo lang wordt. Nou, dat in het algemeen, dit soort vectoren noemen we eigenvectoren. En de factor die je eruit krijgt, dat noemen we de eigenwaarde, die hoort bij die eigenvector. Nou, iedere matrix heeft één of meerdere eigenvectoren. En een bijbehorende eigenwaarde. Ik ga er straks even op in hoe je dat dan vindt. Maar eerst nog iets anders. Als je, dit is een vergelijking, hè? Hier staat iets, hier staat iets. In principe mag je bij vergelijkingen altijd beide kanten met hetzelfde ding vermenigvuldigen. Dan blijft de vergelijking geldig, want je hebt het dan allebei de kanten. Dus je mag dit zeggen. Je vermenigvuldigt beide kanten met 2. En dat kun je dus ook schrijven als dit. Als dat je deze vector vermenigvuldigt met 2. En die ook. Dus dit is ook geldig. En dit ook. Dit is eigenlijk hetzelfde. Hier staat hetzelfde als wat hier staat. En dat betekent, dat gaat misschien een beetje snel, maar dat betekent dat de vector 2 bij 2 is ook een eigen vector van deze matrix. Met dezelfde eigenwaarde. Dus als je deze matrix vermenigvuldigt met de vector, niet met de vector 1 bij 1, maar met de vector 2 bij 2, dan krijg je 3 keer diezelfde vector eruit. Mag je zelf controleren straks als je die gelooft. Dus dat betekent dat iedere matrix, als er 1 eigenwaarde is, dan kun je die eigenwaarde met een willekeurig getal vermenigvuldigen. Dus heb je in feite oneindig veel eigenvectoren. 1 eigen vector. Maar die mag je met ieder getal vermenigvuldigen, dan blijft het een eigen vector. Dat klinkt een beetje abstract. Om het nog even formeel te laten zien, nog abstracter. Dus normaal heb je vermenigvuldigt een matrix met een vector en dan krijg je een andere vector eruit. Meestal met een andere richting. Maar voor speciale vectoren die je kunt vinden bij een matrix, krijg je dus, je vermenigvuldigt de matrix met een vector en je krijgt dezelfde vector terug keer een getal. En dat getal noemen we dus de eigenwaarde en die vectoren, die speciale vectoren, die noemen we de bijbehorende eigenvectoren. In het Engels heet het een eigenvector en een eigenvalue. Dat komt omdat deze termen voor het eerst door een Duitse natuurkundige zijn gebruikt. Dus het is een beetje gek. Het zijn gewoon de Duitse woorden. Ik had net al gezegd, eigenvectoren zijn niet uniek. Dus dat betekent dat als je een eigenvector hebt, dat je altijd die vector kan vermenigvuldigen met een willekeurig getal k. En dan heb je nog steeds een eigen vector. Dus je hebt in feite oneindig veel eigen vectoren. Maar je hebt maar een beperkt aantal eigenwaardes. Nou, hoeveel heb je er? Voor een 2 bij 2 matrix
heb je er maximaal 2. En voor een n bij n matrix heb je er maximaal n. Dus bij een 3x3 matrix heb je maximaal 3 eigenwaardes. Maximaal, het kunnen er ook minder zijn. Nou, hoe vinden wij die dingen? Nee, ik ga even laten zien. Nog. We hebben dus al, ik had al deze uit het niets getoverd. 1 bij 1 is dus een eigenwaarde van deze matrix. Eigen vector, pardon. Ik haal ze, sorry hoor. Als ik jullie daarmee verwar. Ik haal ze nogal eens door elkaar. Dus matrix, eigen vector, eigenwaarde. Er zijn er maximaal 2 eigenwaardes. Dus 3 is een eigenwaarde. Alles als 1 bij 1 is een eigen vector. 2 bij 2 ook, 3 bij 3 ook, 100 bij 100 ook, 1000 bij 1000 ook. Dus dat zijn heel veel bijbehorende eigen vectoren. Nou, als je nou deze vector neemt, dus 1 bij min 1, even menigvuldigd met deze matrix. Wat krijgen we dan? Nou, dan krijgen we 1 maal 1 is 1, 2 maal min 1 is min 2. Dus daar komt uit min 1. En hier komt er uit 1. Nou, dat is niet dezelfde vector als deze. Kun je al zien. Maar als je hem nou met min 1 vermenigvuldigt, dan heb je wel weer dezelfde vector. Dus dat betekent dat min 1 ook een eigenwaarde is van deze matrix. Dus 3 en min 1 zijn allebei eigenwaardes van deze matrix. Nou, ik heb net al gezegd, het zijn er maximaal 2, dus dit zijn ze ook allebei. Let op. Je kunt bedenken dat als je nou de vector hebt 0 bij 0, dan is dat natuurlijk altijd in principe een eigen vector. Hè? Want als je hier hebt 0 bij 0, of hier hebt 0 bij 0, en je vermenigvuldigt dit met 0 en dit ook met 0, dan komt er natuurlijk 0 uit en hier ook. Dus dan krijg je 0 als eigenwaarde. Dus eigenlijk is 0 altijd een eigenwaarde en 0 bij 0 altijd een eigen vector, maar die tellen we niet mee. Dus we definiëren eigenwaardes en eigen vectoren als de waardes die niet 0 zijn en de vectoren die niet 0 zijn, waarvoor geldt dit gedrag. Dus ik had gezegd, voor deze matrix is de eerste eigenwaarde 3 en de tweede eigenwaarde min 1. En de eigen vectoren zijn 1 bij 1 of een willekeurig getal k keer de vector 1 bij 1. En de tweede eigen vector is, die hoort bij deze eigenwaarde, is 1 bij min 1. Of min 1 bij 1, of 100 bij min 100, ja. Sorry, ik kan de... De definitie van de eigenwaarde? Ja. Dus de definitie van de eigenwaarde is als je een vector... Ik maak er een beetje potje van. De definitie van een eigenwaarde, voor de mensen die het nog niet helemaal door, die het nog lastig vinden. Als je dus een matrix hebt en een eigen vector, je vermenigvuldigt de matrix met een eigen vector, krijg je die eigen vector terug, keer een bepaalde waarde. En die waarde is dan de eigenwaarde. Het is een beetje moeilijk te begrijpen. Ik had de eerste keer ook bijzonder veel moeite mee. Het is ook niet zo heel belangrijk wat de precieze definitie is, moet ik zeggen. Maar we hebben het wel nodig om te kunnen laten zien hoe je eigen waardes en eigen vectoren vindt. Dus als je het nog niet helemaal snapt, is het niet zo heel erg. Het gaat er voornamelijk om dat ik kan laten zien hoe je ze moet vinden. Want dat gaan we veel doen. Nou, het vinden van eigenwaardes. Ik heb dus net gewoon eigen vectoren gegeven en op die manier de eigenwaardes gevonden. Maar meestal doen we het andersom. Dus we vinden eerst de eigenwaardes en daarna vinden we daarmee wat de eigen vectoren zijn. Dus, nogmaals, je hebt een matrix A, die vermenigvuldig je met een eigen vector. Dan krijg je die vector als resultaat keer een getal. En die getal is je eigenwaarde. Die verhouding kun je ook zo opschrijven. Hè? Dus je hebt een matrix A, B, C, D. Die vermenigvuldig je met de eigen vector, die heeft een x-component Vx en een y-component Vi. En dan krijg je die lambda, die eigenwaarde, keer weer die x-component en die y-component terug. En dit kun je, heb ik net laten zien, ook schrijven als een stelsel van lineaire vergelijkingen. Dus dit is, als je dit uitvermenigvuldigt, dan komt er dit uit. Dus aan de linkerkant A, B, C, D, dat komt hieruit. Die Vx en die Vi, die komen hieruit. Deze Vx en Vi komen daar vandaan. En aan de rechterkant krijg je dus dit.
En dit kun je een klein beetje herschrijven. Je kunt deze term naar de andere kant brengen. Nou, dit is lambda keer vx. Dit is a keer vx. Dus je kunt dit naar de andere kant brengen. Dan krijg je min lambda keer vx. En dan kun je die vx buiten haakjes halen. Dan krijg je dit. Dus die a en die lambda. Breng dit naar de andere kant. Wordt het min lambda. En dan haal je die vx buiten haakjes. Dus wat hier staat is hetzelfde. Hetzelfde doe je voor deze. Dus wat hier staat is hetzelfde als wat daar staat. Maar dan een beetje herschreven. En dan heb je aan de rechterkant 0 staan. Dat is wel prettig. Dat werkt makkelijker. En dit kun je dan weer terugzetten in matrixnotatie. En dan krijg je dit. Dus in plaats van de a heb je dan a min lambda hier. En in plaats van de d heb je d min lambda. Komt daar vandaan. En hier heb je 0 bij 0. Nou. Wat we kunnen doen, is dit stelsel oplossen. Om te kijken, als je naar de A, de B, de C en de D weet, en je weet de lambda's, dan kun je uitrekenen voor welke Vx en voor welke Vi dit geldt, wat de oplossingen zijn. In dit geval weten we de lambda's niet, maar dat kunnen we ook gebruiken om die lambda's te achterhalen. Ik zal het even laten zien. We beginnen even met de bovenste vergelijking van het stelsel. Is dit? Ik zal het iets, licht ietsje hoger zetten. Zo. Dus ik zei a min lambda maal vx. Oké, dit is de eerste vergelijking, hè? Nou, hoe lossen we zo'n stelsel ook alweer op? We moeten één van die twee variabelen, Vx en Vi zijn in dit geval de variabelen, moeten wij vrijmaken. In dit geval kies ik even voor Vx. Dus dat betekent dat alles wat niet Vx is, moet naar de andere kant. Dus dit laten we staan. A min lambda van Vx. En dit gaat naar de andere kant. Nou, dat is allemaal eenvoudige middelbare schoolwiskunde. Nou, dan moeten we links en rechts, om dit vrij te krijgen, moeten we nog delen door dit ding. Dus dan krijg je Vx is gelijk aan min b maal Vi gedeeld door a min lambda. Deze Vx moeten we dan vervolgens invullen in die onderste vergelijking. Dus dat ga ik even hiernaast doen. Dus we hebben C maal Vx, hè? Wacht, ik schrijf hem eerst wel even op. Plus B min lambda maal Vi is 0. We vullen deze Vx hierin. Dus we doen C maal min B Vi gedeeld door a min lambda. En dit deel blijft hetzelfde. Plus d min lambda maal vi is 0. Oké. Nou, dan kunnen we deze c kan hier boven de breukstreep. Nou, dat ga ik even vals spelen. Dat jullie dat niet zo erg vinden. Dus dan krijg je C maal dit ding. Zo. Werken met breuken. Ik weet dat veel mensen daar moeite mee hebben. Het is aan te raden om goed te oefenen. En achter in je reader, hoofdstuk 11, staat ook nog een keer uitgelegd hoe dat ook weer zat. Met de regels. Oké, we kunnen allebei die termen vermenigvuldigen met A min lambda. Dan zijn we van die breuk af. Dan schrijf ik het even als min b maal c maal vi plus a min lambda d min lambda vi is 0. Oké. Je ziet
hieraan al dat allebei deze termen hebben een VI. Hè? Dus dat betekent dat VI is 0 is een oplossing voor deze vergelijking. Want als VI 0 is, dan is deze term 0, dan is deze term 0 en is dus het geheel gelijk aan 0. Dus als je over het algemeen, als je een variabele in alle termen hebt in zo'n vergelijking en het is gelijk aan 0, dan is die variabele is gelijk aan 0 is een oplossing. Dus we kunnen al zeggen VI is 0 of de rest is 0. Dus als deze term en deze term 0 is, dan is het geheel ook 0. Dus min bc plus a min lambda d min lambda is 0. Dus dit zijn allebei oplossingen voor deze vergelijking. VI is 0, wat betekent dat? Want wat waren we ook aan het doen? We wilden die lambda's vinden voor een bepaalde matrix. Die Vx en die Vi, dat zijn de elementen van je eigen vectoren. Nou, je kunt hieraan al zien dat als Vx 0 is en Vi is 0, dan komt hier 0 uit. En hier ook 0 uit. Dus een oplossing voor dit stelsel is altijd Vx is 0 en Vi is 0. Nou, dat had ik net al gezegd. Als deze vector 0 bij 0 is, dan is dat altijd een oplossing. Maar die tellen we niet mee. Dus hier kijken we even niet naar. Het is wel een oplossing, maar het is niet een interessante oplossing. Nou, hier staan geen variabelen meer in, zou je zeggen, maar we wisten die lambda niet. En die lambda die staat hier nog wel in. Dus als je een matrix hebt en je weet wat A, B, C en D zijn, maar je weet niet met wat lambda is, dan kun je deze uitdrukking gebruiken om die lambda te vinden. Dat is een beetje vaag misschien nog, maar dit ding is een tweede graads vergelijking. Dus dat kan ik even laten zien. Dan moet je hem even uitschrijven hier. Dus dan heb je min bc. Ik ben weer aan het priegelen, hè? Of niet? Misschien even. Is dat nog leesbaar achterin? Iets groter, oké. Okay. Dat kan ik. Als ik. Oh. Min bc. Zo. Plus, en dan moeten we dit keer dit, dus plus AD, dit keer dit, min D, lambda, het is een beetje vervelend, zeker voor mensen die goed zijn in wiskunde. Even kijken hoor, dit keer dit, dus min A lambda, en min lambda keer min lambda is lambda kwadraat, dus plus lambda kwadraat is 0. Oké, okay, we hebben een tweede graads vergelijking. Moeten we even deze lambda's netjes bij elkaar zetten, deze. En even die in een vorm die je herkent, even de lambda kwadraat aan het begin. Dan krijgen we, even kijken hoor, dit is min d min a. Dus dan krijgen we min a plus d. Lambda plus ad min bc is 0. Oké, okay, dit is een tweede graads vergelijking met a is 1, b is a plus d. A en b wordt een beetje verwarrend, maar goed. En dit ding, nou goed, op zich kun je dit oplossen met de ontbinden in factoren of met de ABC-formule. En dan kun je die lambda's vinden als je de a, b, c en de d weet. Nou, leuk. Nou, dat ding heet de karakteristieke vergelijking. Het makkelijkst, je gaat natuurlijk niet iedere keer als je hem wil gebruiken afleiden. Dus het makkelijkst is om dit ding gewoon te onthouden. Iets meer rust in de zaal mag. Dus deze die ga je heel veel toepassen. Als je dus een matrix hebt, A, B, C, D, en je weet wat A, B, C en D zijn, en je vult dat hierin, dan kun je uitrekenen wat de lambda's zijn. Gewoon met de ABC-formule of hoe je het dan ook graag wilt doen. Dit ding is natuurlijk een beetje moeilijk te onthouden. Er is een andere manier om dit te schrijven.
Die AD min CB, nou, ik heb net laten zien de determinant, hè? Dus ik had laten zien dat de determinant van de matrix A, B, C, D is dit maal dit. Dus is AD min C maal B. Dus dit wat hier staat is gewoon de determinant van die matrix. Nou, sterker nog, als je nou niet de determinant van die matrix neemt, maar de determinant van die matrix, wat krijg je dan? Dus dan heb je de determinant van A min lambda bij B, C en D min lambda. Wat krijg je dan? Nou, dan krijg je A min lambda maal D min lambda. En dit is min C maal B. Wat precies is wat hier staat. Of eigenlijk wat hier staat. Dus als je dat gelijkstelt aan 0 en je lost op voor lambda, dan kun je je eigen waardes vinden. Met andere woorden, wat je het beste kunt onthouden, straks, is dus, en sorry voor deze verwarrende strepen, maar is de determinant van die matrix, dus van die matrix. Als je de matrix A, B, C, D hebt, dan moet je dus die A min lambda doen, die D min lambda, het determinant bepalen en dat oplossen voor 0. Oké? Het is allemaal leuk en wel, het zijn een hoop A'tjes, B'tjes, C'tjes, lambda's en VX en VI'en. Maar nu de praktijk. Neem even een matrix. 1, 2, 2, 1. Daar gaan we de eigenwaardes van vinden. Dat is een praktijkvoorbeeldje. Nou, dat betekent dat we de determinant van deze matrix en dan hier een min lambda zetten en dan daar een min lambda zetten. Stellen we gelijk aan 0. Nou, dat schrijven we uit. Dus dan krijg je dit. Dus je doet dit maal dit. Is dus dit. Min dit maal dit is 2 maal 2. Als je dat verder uitschrijft, dan krijg je, je vereenvoudigt en herschikt een beetje, dan krijg je uiteindelijk deze kwadratische vergelijking. Dus lambda kwadraat, min 2 lambda, min 3 is 0. Nou, dit kunt u ook oplossen. En de mensen van jullie die daar een beetje geoefend in zijn, en je mag dat straks zelf controleren als je dat niet bent, zullen zien dat daar uitkomt lambda is 3 of lambda is min 1. En aangezien dit dezelfde matrix is als die ik net als voorbeeld had gebruikt en al had gezegd dat die de eigenwaardes 3 en min 1 heeft, hebben we inderdaad met deze vergelijking de eigenwaardes bepaald. Dus zo doe je het meestal. Je hebt de matrix, je wilt er van de eigenwaardes weten. Waarom je de eigenwaardes zou willen weten, dat vertel ik later. Ja? Wat zei je? Dat zou niet moeten, nee. Even kijken hoor. Maar het zou kunnen dat ik een fout heb gemaakt. Even zien. Je kunt het ook makkelijk controleren door die lambda in te vullen hierin. Dan zou je krijgen 3 kwadraat is 9. Min 2 keer 3 is 6. Min 3 is 0. Dus het is inderdaad 3 en min 1. Je mag het zelf zo meteen narekenen als je het nog lastig vindt. Oké, nou, de volgende stap van het verhaal. Wat we vaak gaan moeten doen in deze cursus is van een bepaalde matrix, mag ik even aandacht? Dank u. Van een bepaalde matrix wordt gevraagd om de eigenwaardes en de eigenvectoren te vinden. Nou, op een gegeven moment word je daar vanzelf geoefend in, geloof mij. Maar hoe vind je nou, als je de eigenwaardes hebt gevonden met die karakteristieke vergelijking, zoals dat heet, hoe vind je dan de eigenvectoren? Nou, dat is op zich niet zo moeilijk. Dus je weet de matrix A, B, C, D en je weet inmiddels de lambda's. Dus je kunt gewoon invullen. Dus dat betekent dat dit
was dit stelsel. Hè? Dat heb ik net gebruikt om hier die eigenwaardes te vinden. Als je nou die lambda's, die eigenwaardes invult hier, dan komen er vanzelf, dan komen er uiteindelijk je eigen vectoren uitrollen. Nou, hoe werkt dat? We hebben onze matrix weer, hè? En we doen het even voor de eerste eigenwaarde, 3. Dus dat betekent dat die A, dat is dit, 1, de eigenwaarde is 3. En hier vul je de B in, dat is 2. En nou, hieronder doe je hetzelfde, je vult in. Als je dat doet, dan krijg je uiteindelijk dit. Dus min 2 Vx plus 2 Va is 0 en hier omgekeerd. En dan kun je die Vi naar de andere kant brengen, boven en onder. Dus dan wordt het negatief. En dan krijg je dit. Nou, dat geeft je niet superveel informatie, maar wel genoeg, want je kunt zien, als je dit aan allebei de kanten zou delen door min 2, dan krijg je Vx is Vi. En denk, wat moet ik daarmee? Nou, dat betekent dat je eigen vectoren hebben een element. Het eerste element Vx is gelijk aan het tweede element Vi. En verder maakt het niet uit wat ze zijn. Dus dat kan zijn 1 bij 1, dat kan zijn 2 bij 2, dat kan zijn 100 bij 100. Als het maar hetzelfde is. Met andere woorden, hier hebben we onze eerste eigenvector gevonden. Dus 1 bij 1 keer een willekeurig getal. Die kun je hier uithalen uit die eerste vergelijking of uit die tweede. In beide gevallen vertellen allebei die vergelijkingen je dat x, vx gelijk is aan vi. Ja? Ik ben even kwijt waar die lambda vandaan komt. Waar de lambda, d-lambda. Die lambda, die... dus je bedoelt deze lambda's? Nee, nee. Waar aan en lambda, die in de maat. Oh, die? Ja, die. Ja, dat was... een omgeschreven variant, sorry voor hiervoor. Even terug. Dus dat was deze verhouding, had ik zo opgeschreven. En dat kun je omschrijven naar dit. Via dit. Maakt verder niet zo heel veel uit. Als je gewoon onthoudt dat je hem hier invult. Of nou, dat je dit hebt en dat je het invult. Er is ook een snellere manier om te doen. Ik ga dat hierna laten zien. Dan hoef je dit allemaal wat minder ingewikkeld te doen. Dus je kunt de eerste vergelijking of de tweede gebruiken. Die geven je allebei dezelfde informatie. Nou, het werkt ook. Dus hier hebben we die lambda's ingevuld. A, B, C, D wisten we. En uiteindelijk krijg je dan Vx en Vi. De verhouding tussen die twee krijg je eruit. Hè? En of je nou deze gebruikt of deze, dat maakt niet uit. Als je dat nou voor, ik heb het net voor een matrix gedaan, 1, 2, 2, 1. Dan kun je het voor het algemene geval doen. Dus wat je dan doet, is je... nou, heb je dus de eerste vergelijking, hè, deze. Dat is deze. En je wil weten wat Vx en Vi zijn. Dus je brengt Vi naar de andere kant. Wordt het min B maal Vi. En hier... ja, dat is een beetje moeilijk om te zien wat er nou gebeurt, maar... stel, je zou voor Vx zou je invullen dit getal, min B. Dus dat was net hadden we een matrix bij 1 en 2, dus B was 2. Dus stel, hier staat min 2, je vult hier min 2 in. En je vult voor deze, voor Vi, vul je deze term in, A min lambda. Dan staat hier dus A min lambda maal min B. En hier staat min B maal A maal A min lambda. Dan staat er aan beide kanten van de vergelijking hetzelfde en dan heb je dus een oplossing gevonden. Dat is een beetje vaag, maar neem maar van mij aan. Als je dus Vx, als je daarvoor invult min B, en je vult voor Vi, vul je in A min lambda, dan heb je een eigen vector gevonden. Met andere woorden, je kunt gewoon onthouden, als je de eigen vector wil weten van een matrix A, B, C, D met een bepaalde lambda, met een bepaalde eigenwaarde, dan is die eigenwaarde is min b bovenaan en a min lambda daaronder. En je mag zelf controleren of het klopt voor het voorbeeld dat we net hadden gedaan. Je krijgt geloof ik min 2 eruit dan. Als ik me goed herinner. Nou, dat is, als
Dus dat is een andere oplossing dan we net hadden gevonden, maar het is wel dezelfde eigenvector. Alles vermenigvuldigen met min 2. Je kunt dat ook doen met de onderste vergelijking. Dus dat is hetzelfde principe. Hè? Je hebt die onderste vergelijking. Je brengt dit ding naar de andere kant. En je vult voor vx vul je dit ding in. En voor vi vul je c in. Dus dit wordt negatief. Dit wordt positief. En dan krijg je dit. Dus dit is ook, als het goed is, dezelfde eigenvector als dat je krijgt als je die bovenste invult. En waarom is het, moet je ze wel allebei weten als je deze methode gebruikt? Nou, het kan voorkomen dat een van die twee vergelijkingen. Hier heb ik ze nog een keer opgeschreven. Je hebt de matrix A, B, C, D. Je hebt twee eigenwaardes. En als je dit of dit, dit doet met de ene eigenwaarde en dit doet met de andere eigenwaarde, dan krijg je eigenvectoren. Of je doet dit met de ene eigenwaarde en dit met de andere eigenwaarde, dan krijg je ook dezelfde eigenvectoren eruit. Het kan gebeuren dat een van die twee methodes 0,0 vector geeft. Dan moet je die andere methode gebruiken. Dus vandaar dat je die en die wel allebei moet kennen. Oké, nou dit was een beetje een lang verhaal. Maar even kort samengevat. Je kunt dus matrix-transformaties doen. A, matrix maal een vector geeft een nieuwe vector. Je hebt speciale gevallen waarbij je een matrix maal, wat we dan noemen, de eigen vector van die matrix doet. En dan krijg je de eigen waarden maal diezelfde eigen vector eruit. Oké. Voor de matrix A, als dat is A, B, C, D, een 2 bij 2 matrix, heb je maximaal twee eigenwaarden, lambda 1 en lambda 2. Hoe vind je die eigenwaarden? Nou, je neemt de determinant van dit ding. Dus je zet hier een min lambda, je zet hier een min lambda. Berekent de determinant, stelt hem gelijk aan 0 en lost op voor lambda. Dan krijg je als het goed is maximaal 2 lambda's uit. En vervolgens vul je dat in die of in die. En dan krijg je je eigen vectoren eruit. Dus dat is een lang verhaal, maar uiteindelijk is dit de samenvatting. Is het niet zo heel ingewikkeld. Nou heb ik nog 2 minuten om complexe getallen uit te leggen. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar ik ga toch even heel snel laten zien wat het zijn, want er zijn wel vragen over. Dus dit. Nou, laat het eventjes een beetje inzinken. Straks komen daar, kun je dat een paar keer zelf doen op het werkcollege. En dan begrijp je het hopelijk, krijg je het een beetje in de vingers. Oh ja, de toepassingen waar in vredesnaam eigenwaardes en eigenvectoren. Nou, eigenvectoren zijn rare dingen. Als je een matrix hebt en die vermenigvuldig je. Ik moet het even anders zeggen. Als je een willekeurige vector hebt en die vermenigvuldig je met een matrix. Dus je doet een matrix-transformatie. Wat er dan gebeurt. De vector die je eruit krijgt, dus je vermenigvuldigt een vector v met een matrix A en je krijgt een vector w uit. Nou, wat er dan gebeurt is dat die vector die je daaruit krijgt, die wordt geroteerd in de richting van de eigen vector van die matrix. Dus dat klinkt een beetje gek, maar je hebt hier heb je een willekeurige vector en je hebt de matrix A, dus diezelfde als net, hè. Dan is dit een eigen vector en dan is dit een eigen vector. Dit is een eigen vector en dit is een eigen vector. En het effect van die matrix, als je hem gebruikt als transformatiematrix, als je de eerste keer deze vector vermenigvuldigt met deze matrix, dan krijg je deze vector eruit. En het wordt geroteerd in de richting van de eigen vector met de grootste eigenwaarde. En dat is dus deze. Die heeft een positieve eigenwaarde. Als je nou nog een keer vermenigvuldigt met diezelfde matrix A, dan krijg je deze eruit. Dus die zit al heel erg in de buurt van die eigenvector. Het is een beetje een eigenaardige eigenschap, maar het betekent dus dat je het effect van een matrix en ook daardoor het effect van een stelsel van vergelijkingen al kunt voorspellen aan de hand van de eigenvectoren. Daar gaan we later nog iets meer mee doen, maar ik laat het vast eventjes snel zien. Nou, verder, later in je studie zul je misschien nog een keertje eigenwaardes en eigenvectoren tegenkomen in een andere context. Misschien heb je het al gehad. Er is een methode die heet Principal Component Analysis, daar ga ik verder niet veel over vertellen. Maar dat komt neer op de eigenvectoren van een correlatie of een covariantiematrix. En dat zijn dan de principal components van een dataset.
ga ik nu even niet verder op in. Maar dan, in 1 minuut, complexe getallen. Het idee is heel simpel. En ik ga even niet helemaal uitleggen hoe je ermee werkt, maar dat doe ik dan volgende keer. Ik laat het even snel zien. Als je de ABC-formule gebruikt om een tweede graads vergelijking op te lossen, dan kan het gebeuren dat die d in de ABC-formule, dat die negatief wordt. En je hebt op de middelbare school geleerd dat je dan geen oplossing hebt. Nou is er een leuke truc. Je kunt een definitie doen. Je kunt zeggen, als ik nou zeg, ik heb een getal i en i kwadraat is min 1. Dat is dus in feite hetzelfde als zeggen, als je de wortel uit die i neemt, krijg je de wortel uit min 1. Nou, dat kan niet. De wortel uit min 1 is geen reëel getal, maar je kunt er wel mee rekenen. Ja, ik laat het nog even heel snel zien en dan laat ik jullie vrij. Dus we hebben hier een tweede graads vergelijking. Nou, daar kun je ABC-formule van opstellen en als je dat doet, dan komt daar uit d is min 4. En normaal zou je dan zeggen, oké, dan ben ik klaar, geen oplossingen. Maar als je dan zegt, oké, i kwadraat is min 1, dus i is eigenlijk de wortel uit min 1. En je kunt zeggen, wortel d is wortel min 4, maar dat kan ik ook schrijven als wortel 4 keer wortel min 1. En dat kan ik weer schrijven, wortel 4 is 2 en wortel min 1 is i, dus dat kan ik schrijven als 2i. Nou, dan is de oplossing van mijn ABC-formule is 2 plus of min 2i gedeeld door 2. Dit gedeeld door 2, dit gedeeld door 2 is dus min 1 plus i, plus of min i. Het is een beetje gek, maar je kunt dus gewoon rekenen met niet bestaande getallen. Het heette dan complexe getallen. En het stuk met de i erin, dat noemen we het imaginaire deel, want dat bestaat niet echt. En dit stuk noemen we het reële deel. En verder ga ik er niks over vertellen, dat komt de volgende keer.